Zonder oponthoudende gerichte actie is alles wat je weet waardeloos. Welkom, mijn naam is Jack Scheers en in deze video neem ik je mee in een stappenplan zodat je voorgoed kunt stoppen met stoppen. Want een van de grootste niet-acties of acties die resultaat in de weg zit, is het niet doorzetten van de gerichte actie. Het stopt. Wellicht kun je het over jezelf heen leggen, maar waarschijnlijk als je in het begin van je leven, dat kan zijn een sport of bij een bedrijf, vast was gaan houden, je bent door gaan zetten, dan had je waarschijnlijk jaren later uitzonderlijk succes bereikt. Maar je stopte. Als je stopt met doen wat je moet doen, dan stopt het resultaat ook. En nu denk je misschien van, ja oké, ik stopte, maar waarom stopte ik dan? Kijk, uiteindelijk, stoppen met iets, dat is een gewoonte. Heel vaak denken mensen dat het ligt aan een gebrek aan motivatie, wilskracht of discipline. Uiteindelijk komt het neer op discipline, maar uiteindelijk is het niets anders dan een gewoonte. En een gewoonte kun je veranderen. Want je kunt namelijk je houding shiften vanuit een opgever naar die van een winnaar. En of die van een doorzetter. Iemand die het door blijft doen. Maar nu denk je wellicht ook, ja oké, maar misschien had ik wel een hele logische reden waarom ik stopte. En in dit stappenplan van 5 stappen zal ik je uiteenzetten hoe je echt in eerste instantie een heel duidelijk doel kunt gaan formuleren, zodat je ook daadwerkelijk niet meer hoeft te stoppen, want je weet waar je het voor doet. En dat is dan ook stap 1. Stap 1 is, stel vast wat je wilt bereiken. En dan kun je ergens een punt zetten van ja, dat wil ik. Maar dat op zichzelf, dat doet niet zoveel. Dus je wilt ook weten waarom je dat dan wil bereiken. Vervolgens, in stap 2, stel je de benodigde acties vast. Dus laten we een voorbeeld geven. Je wilt graag 10 kilo afvallen. Oké, nou dat wil je. Waarom? Dan zit mijn kleding lekker. Dan krijg ik meer zelfvertrouwen. En met dat meer zelfvertrouwen durf ik confrontaties niet meer uit de weg te gaan. Oké, helder. Goed. Wat zijn dan de benodigde acties? Oké, dan zou ik mijn voedingspatroon moeten gaan aanpassen. Dan zou ik mijn calorieën wat moeten gaan verlagen. En ik zou moeten gaan trainen. Laten we zeggen, 3 keer per week moet ik daarvoor naar de sportschool. Oké, dan kijk je naar die acties. Dan wil je in stap 3 gaan bepalen, oké, ben ik ook echt daadwerkelijk bereid om die acties te ondernemen? Want als jij niet bereid bent om het werk te doen, dan gaat het sowieso ook niet lukken. Dus in stap 3, kijk, ben ik bereid om het werk te doen? Ben je dat bereid? Top! Dan gaan we naar stap 4. Doe de benodigde acties en stuur bij waar nodig. Dus kom op het speelveld, kom in beweging en maak correcties waar nodig. En stap 5, evalueer en blijf doorgaan. Je wilt nooit stoppen, want er is altijd een volgende stap. Als je deze stappen vaststelt, dus 1, samenvattend, stel vast wat je wilt bereiken. 2, kijk of je bereid bent, of neem de acties, zorg dat je de acties in kaart krijgt. 3, kijk of je bereid bent om daadwerkelijk de acties te doen. 4, doe de acties en maak correcties waar nodig. 5, blijf het doen en evalueer. Voor nu, stop met stoppen, maak je plan en beweeg het leven vooruit.